Hallo lieverd en van harte welkom bij een nieuwe video van Speel met mij, Kinderen Speelgoedkanaal. Ik heb vandaag een hele coole Barbie set voor jullie. Dit is Barbie met een paard en zij kunnen samen dansen. Er zijn drie verschillende liedjes en drie verschillende dansjes. Ze dansen samen, zo staat hier op de verpakking. De set is van Barbie and Her Sisters in a Puppy Chase. Dat is een Barbie film en daar hoort de dansende paard bij. Dansend paard en pop. Het is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, zie ik. En hier zie je ook op de doos de DVD staan. Die kwam in 2016 uit. En we kijken eens wat er ook achter op de doos staat. Ah, je kunt het paard en de pop verbinden met elkaar. En dan kunnen ze samen dansen. Dat proberen we dadelijk natuurlijk ook uit. Dit is gemaakt door Mattel. En hier staat nog, even kijken, Barbie en haar zusjes in een puppy-achtervolging. Ah ja, dat is de titel van de DVD. En passend bij de DVD hebben we dit coole paard en Barbie die samen dansen. De DVD zit er overigens niet bij in deze set. Enkel het paard, de Barbie-pop. Natuurlijk. En ik had hier ook nog aan de andere kant iets gezien van een ruiterhelm, geloof ik. Ja, hier. Die zit er ook bij en dan heb ik ook nog wat spullen natuurlijk voor het paard. Nou ja, laten we niet langer wachten. Ik pak het direct uit. Op de zijkant staan ook nog hele leuke afbeeldingen. Dat zijn geloof ik scènes uit de film zelf, wat we dan zien. Zo, ik heb ons paard uitgepakt. En ook Barbie is erbij natuurlijk. Ze heeft hele wiebelige benen, zodat ze goed kan dansen. Ze heeft ook een heel mooi topje aan. Bovenaan is het zo roze. En daaronder zitten dan verschillende stoffen over elkaar heen. En onderaan zit een gele stof. Het ziet er een beetje uit als een ondergaande zon of een deel van de regenboog. De broek is niet van stof, maar die is zeg maar op Barbie gedrukt. Die kun je dus niet uitdoen. En de benen zijn beweeglijk. De knieën buigen ook. Mensen, die beweegt. Deze ook. Ja. En hieronder heeft ze ruiterlaarsjes aan. Haar haren zijn licht blond, maar niet zo licht als anders. Er zijn ook Barbies met haren zo licht als bijvoorbeeld van het paard hier, meer witblond. Maar zij heeft dus hele natuurlijke lichtblonde haren. Ze heeft uiteraard ook blauwe ogen, roze lippen en ze heeft een staartje opzij. Het topje kun je overigens uitdoen en wisselen. En er zit dus ook een ruiterhelm bij, die zal ik haar even opzetten. Beter even neerleggen. Er zat ook nog een zakje bij met verbindingstukken. En hiermee kunnen we geloof ik ons paard en Barbie met elkaar verbinden. Dat proberen we zo ook uit, maar eerst bekijken we het paard eens wat beter. Ik heb er al 4 batterijen in geplaatst, 4 AAA batterijen, dus die kleinere batterijen. En hier zit in ieder geval ook een luidspreker, daardoor zullen we zo wat de liedjes kunnen horen denk ik. Ook het zadel is erop gedrukt, maar de stijgbeugels zijn wel beweeglijk. En dan hebben we hier eens kijken hoe we Barbie erop kunnen zetten. Het lijkt alsof er in het zadel een kleine opening zit, zodat Barbie beter blijft zitten. Maar dat blijft nog best goed zitten eigenlijk. Nou, dat past dus. Wat ik heel mooi vind, zijn deze bloemen als versiering op de halter. En ook hier bijvoorbeeld. Even het haar opzij. Zie je een prachtige roze bloementooi zitten. En de manen, die zijn zoals gezegd wit-blond. En dan zitten een paar roze lokken tussen. En dan hiervoor heeft ze een pony. En dat is een knop. Als we daarop drukken, dan gaat het dansen beginnen. Ik kan eigenlijk wel eens uitproberen wat er gebeurt als we erop drukken zonder Barbie. Eens kijken. Oké, dat ziet er grappig uit. Oh, wow. Dadelijk valt ons paard van de tafel. Nou, ik heb nog niet eerder een paard zo goed zien dansen. Dat zag ook wel echt grappig uit. Haar staart is overigens relatief kort en ook witblond, zonder die roze lokken. Nou, oké. Nu eens kijken hoe ik Barbie met het paard kan verbinden. Er zit een handleiding bij. Oké,
oké, ja, het is belangrijk om haar helm op te zetten, logisch. Ah ja, en ik vroeg me dus af wat dit voor was. Maar daar kun je dus een verbindingstuk, zoals zo, zoals deze, inzetten. Zodat Barbie niet eraf valt als je haar op het paard zet. En dan kun je Barbie dus op het paard zetten en haar middel soort van vastklikken, zodat ze er niet afvalt. De andere verbindingstukken zijn om de voeten met elkaar te verbinden. Ik pak het er ook even bij. En deze zijn dan voor de voorste hoeven, of voeten, zo. Oké, ik heb het door. Hier zit een klein gaatje. En dan moet je dit hier erin klikken. Zo. En dan hetzelfde nog aan de andere kant natuurlijk. Daar zit ook een klein gaatje in het been. En daar kan Barbie dan op staan. Zij heeft hieronder namelijk ook twee gaatjes onder de voeten. En dan kan ze hier erop gaan staan. Dan zit hier in het zadel nog een gat. Daar kun je dan een staan erin steken. En daar kun je Barbie dan ook weer in klikken, zodat ze blijft staan. Zo. En als ze dan goed is bevestigd, dan kan het dansen beginnen. We laten ons eens verrassen door de gezamenlijke dans van Barbie en haar paard. Geweldig. Nou ja, dat vind ik echt interessant. Ik vond het wel leuk. Er zouden drie verschillende dansen en dus ook drie verschillende muziekjes bij zitten. We hebben er nu twee gehad. Ik ga er nog eens op drukken om te kijken wat er dan gebeurt. Nou, deze dans heeft nogal een flink tempo. En na iedere dans hinnikt ons paard ook even, om te laten weten dat de dans erop zit. Ik vind het heel lollig hoe Barbie en haar paard kunnen dansen. Sowieso leuk dat een paard kan dansen en dan nog met de Barbiepop samen. Een echte buitengewone set, superleuk. En vooral ook leuk voor degenen die de film graag kijken. Barbie en haar zusjes in een puppyachtervolging. Heb je de film gezien? Zo ja, laat ons dan weten in de commentaren. En vertel ons ook of er inderdaad een paard en Barbie samen dansen in deze film. Ik heb de film zelf niet gezien, maar er zijn vast kijkers onder jullie die hem wel gezien hebben. En dan kunnen jullie ons dat mooi vertellen. Ik ben wel heel benieuwd. Nou, laat het ons in ieder geval weten in de commentaren. En verder, laat ons weten wat je van deze pop en haar paard vindt, van deze set. Schrijf het maar hieronder in de commentaren. Ik beveel deze zeker wel aan, want ik vind hem erg leuk. Dus de set krijgt van mij een duimpje omhoog. Ik vind het erg leuk en grappig. Je kunt er veel plezier aan beleven. Je kunt Barbie paard laten rijden. Je kunt de manen vlechten of Barbie's haar vlechten. Echt heel veel mogelijkheden. Dus als de video je beviel, laat dan natuurlijk ook eventjes voor ons nog een duimpje achter. Dat vinden we altijd leuk. En bekijk ook eens onze andere video's, onze Barbie video's. Maar ook onze andere speelgoedvideo's. En dan zien we elkaar hopelijk de volgende keer weer. Doei!